Op diverse plaatsen in ons land is op dinsdag 10 maart het Holifeest gevierd. De avond ervoor vond de Holika-verbranding plaats. Pagwa of het Holifeest is een oud Hindoe-feest waarbij de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd en waar alle bevolkingsgroepen in Suriname aan meedoen. Jong en oud hebben aan dit feest geparticipeerd. Het is ook een uitstekend moment om de familieband onderling verder te versterken. Wat wilt u zeggen aan de Hindoestaanse broeders en zusters in verband met deze dag? In verband met deze dag wil ik zeggen van gefeliciteerd, shukholi zou ik zeggen. En ga zo door, geef meer bekendheid eraan, zodat nog veel meer mensen eigenlijk te weten komen wat het eigenlijk is. Dat ze ook kunnen deelnemen, want niet weten is een beetje op afstand staan. Maar als mensen er informatie over hebben, denk ik wel dat mensen zich ook erbij gaan voegen. In my country is nice too, and I love this country because it's very nice here too. I love it. I come, everybody unite together. It's wonderful. Dus de betekenis eigenlijk is de overwinning van goed op kwaad. Dat is Diwali. Oh, Pagwa. Pagwa viering toch? Gisteravond hebben ze die slechte man in feite verbrand. En vandaag vieren ze feest met poeder.